TWAVO zien wij vanuit onze visie en missie als tweede kans onderwijs. Ze hebben weliswaar nog niet het succes ervaren wat ze zouden willen ervaren. Maar binnen het TWAVO hebben ze toch de mogelijkheid om dat diploma te behalen in hun eigen tempo. En dan gaan we samen kijken wat er nodig is om een goede begeleiding te starten en de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Naast mijn docentschap heb ik een aantal andere taken. Ik ben vertrouwenspersoon, ik ben loopbaan en zorgdecaan. Het bezoeken van die decanenkringen is voor mij erg waardevol. Enerzijds omdat ik alle ervaringen opdoe en buiten de school ben en zie hoe het er op andere scholen aan toe gaat. Ook in contact staan met andere mensen en van hun kan leren. Maar die ervaringen neem ik ook weer mee terug naar mijn school. En die kan ik ook gebruiken om mijn leerlingen te helpen. Komend jaar ga ik me verder bekwamen om ook op HAVO les te geven. En als me dat goed bevalt, dan zou de volgende stap zijn om daar ook de juiste bevoegdheid voor te halen. En dan zou ik een eerste graads opleiding voor economie kunnen gaan volgen. We zitten nu altijd op zo'n moment dat je denkt van, oh help, komt het wel goed? Gaan ze slagen? Maar op het moment dat de diplomering er is, dan gaat er echt iets van ons af. En dan denken we als team van, geweldig, we hebben toch weer een mooie klus met elkaar geklaard.